Deelnemen aan het verkeer is niet altijd goed voor de bloeddruk. Belangrijkste bron van ergernis, andere weggebruikers. Toch, zo ergert onze chauffeur van vandaag zich aan deze fietser die uitgebreid aanstalten maakt om de rotonde op te draaien, maar dan op het laatste moment toch rechtdoor fietst, zonder even fatsoenlijk een hand uit te steken. Maar dan begint het pas echt, want die bumperkleven achter je, die een dubbele doorgetrokken streep negeert en toch gevaarlijk inhaalt, bloed irritant. En dan kom je op een punt dat elk klein vergrijp van je inmiddels gezworen aartsvijand een grote ergernis wordt. De Opel gaat gewoon door met bumperkleven, zonder zijn verlichting aan, ook nog eens in dit weer. En dan ook geen richtingaanwijzer gebruiken bij het afslaan. Wat een ongelofelijke, nou ja, vul dat zelf maar in. Maar goed, even tot 10 tellen, langzaam tot rust komen, want onthoud, kanten kan u redden. Ook zo'n ergerniswekkende situatie meegemaakt? Stuur ze op via rtvoost.nl/oost op het asfalt.